Goeiedag, mijn naam is Niven. Ik ben eigenaar van restaurant Niven te Rijswijk. Vanaf nu gaan wij elke editie van JFK een gerechtje maken voor in het blad en ook voor op de website. We beginnen vandaag met kreeft. Vandaag gaan we werken met Canadese kreeft. Wij gebruiken dat ook in het restaurant. Eigenlijk heel erg simpel om het klaar te maken. En natuurlijk een heel mooi product voor een gerecht voor je vrouw, vriendin of minnares. Ik ga nu even laten zien hoe we de kreeft schoonmaken. Nou, we pakken de kreeft eigenlijk zo beet. Zetten we het mes hierop en in één haal halen we het naar beneden. Waardoor we wel krijgen dat hij even nog loopt te bewegen, maar wel gelijk dood is. Scharen kunnen eraf en de staart. Voor de staart gebruiken we een lepel eigenlijk om erin te steken, zodat de staart gewoon recht kookt. De kreeft gaan we koken gewoon in gezouten water. De scharen doen we 4 minuten. En de staart zometeen 3 minuten. Even schoonmaken om het eiwit ervan af te halen. Nou, pakken we de staart. De staart houden we zo tussen onze handen. Knijpen hem eigenlijk fijn. En dan eigenlijk met je 2 duimen. Dan zo pellen. Snijden we de kreeft door de midden, om het stompkanaal eruit te halen. We gaan een crème maken van basilicum, daar hebben we voor nodig eiwit, yoghurt, azijn en een basilicumolie. Een basilicumolie heel makkelijk om te maken, gewoon in een blender bos basilicum en 1 liter olie. Fijn draaien en dan door een puntzeef. Nou, doen we alles bij elkaar. Eerst de olie. Azijn. Eiwit. En de yoghurt. Dan gaan we dat even opstaven. We hebben de massa. De staaf mixen. Aanzetten. En langzaam omhoog laten komen. Kijk, daar hebben we basilicumcrème. We hebben hier de bosui. Gewoon bij elke supermarkt te verkrijgen. Nou, heel erg makkelijk. Ongeveer tot hier. De bosui gaan we nu even blancheren. Het afkoken in water. Water met wat zout erin. Dan doen we de bosui daarin. Zodra het water kookt, nou dat begint nu te koken. Bosuitjes doen we erin. Gewoon in ruim water. En zorgen dat de bosui beetgaar is. Nou, dat duurt ongeveer een kleine 3 minuten. Dan halen we hem eruit. Heb ik hier een bakje met ijswater, zodat hij gelijk afkoelt. Dat hij niet verder kan garen. We gaan dadelijk de kreeft en de bosui gaan we samen op de Big Green Egg grillen. Een soort barbecue. We kunnen daar de temperatuur mee regelen met de Big Green Egg. Nou, de bosui ligt er lekker in. En maar even wachten. Ze zijn erdoor. In het ijswater. Gelijk afkoelen. Vuur eruit.
water niet meer nodig. Te zorgen dat we de boshui afkomen. Boshuitjes even op een papiertje leggen. Even het overtollige water kan eraf lopen. Gelijk uit het water halen, want wanneer we ze te lang in het water, dan gaat het de smaak verloren van de boshui. Nou, buitenste velletje eraf halen. Het is een beetje taaiig. We hebben hier de kreef van de boshui. Daar doen we gewoon wat olijfolie op. Koude persing. Dat doen we eigenlijk gewoon een beetje rondom. Zo. De Bickery Neck moet niet te warm zijn. Want wat krijgen we? We hebben de kreeft al gegaard. We hebben de boshui hebben we al gegaard. Dus we willen eigenlijk zorgen dat alleen de smaak van de barbecue in de gerechten, in de producten komen. Nou, dat is gelukt met de boshui en dat is gelukt met de kreeft. We hebben de basilicumcreme. Die kunnen we gewoon op het bord lepelen. Dan gaan we de kreeft en de boshui op smaak brengen. Ik gebruik gewoon witte peper en fleur du sel. Even lekker eigenlijk door zijn eigen marinade heen van de olie. Dan kunnen we het presenteren. Voor de garnering gebruik ik twee soorten kres. Dat is mosterdkres en dat is daikon. Pittige smaak. De daikon wat pittiger dan de mosterd. Maar hiermee brengen we het gerechtje ook weer een beetje op smaak. Nou, hier hebben we hem dan. De kreeft met basilicum. Bosui, een pittige kruiderij. Een mooi, leuk en sexy gerechtje voor de nazomer. Nou, volgende keer gaan we eens kijken naar een gerechtje wat meer in de trant van de herfst is.